Bon dia, nieuwe dag en dus weer een nieuwe vlog. We zijn wakker, gedoucht, aangekleed en we gaan vertrekken. Ik ben nog een beetje slaperig, sorry daarvoor. Het is heel laat geworden gisteren, maar wel heel gezellig. Dus als je de vlog van gisteren niet hebt gezien, druk even hierboven, dan kan je dat terugzien. En ben je hier voor het eerst, vergeet niet een blauwe duimpje omhoog te doen. Hier beneden kan je abonneren voor meer video's. En laten we gaan weer op avontuur vandaag op Curaçao. Let's go. Ja man, gisteravond was gewoon te gek man. Ik heb echt genoten joh. Ik heb echt super genoten. Shout-out naar iedereen die gisteren gewoon super gezellig waren. Ja, spreek jullie zo meteen weer. Dat is gewoon ietsje op de radio. Dus nadat die man gewoon gisteren nacht gewerkt had, mij thuis had gebracht, is hij gewoon gaan werken vanochtend om 8 uur of 9 uur geloof ik begint zijn show. Dus hustle hard man, sowieso. Shout out naar Iske Left the Guns. Yes, en we zijn in Barber. Een van deze dagen gaan we ook hier komen. Kijk als jullie dat kunnen zien, daar zo. Bij Hofje Pastoor. We zijn hier bij een snack even eten halen. En dan kunnen we door, want we hebben nog niet gegeten namelijk. We zijn bij 4th of July snack achter mij. En ik heb even een ham and eggs besteld. Dat is zeg maar zo'n, hoe zal ik het zeggen? Gewoon een brood met ei en spek, kaas, whatever, wat je er ook wil op hebben. En dan in een typisch traditioneel Curaçao broodje, zeg maar. Pan Francis heet dat. Dus ja man, ik wacht even op mijn eten en dan gaan we verder. Dus onze eten is klaar, alleen het was een beetje warm daar. Dus ik zei tegen mijn vrienden, laten we gewoon even een plekje zoeken. Met wat schaduw, wat wind en met een uitzicht. En we zijn uiteindelijk dus hier beland. Ik ga jullie even laten zien. Hoop dat jullie klaar zijn voor dit, want dit is gewoon spectaculair. Dit is spectaculair en dit blijft spectaculair. Kijk eens aan mensen. Ik laat jullie natuurlijk zo meteen beter zien. Maar je snapt al wat ik dan bedoel, snap je? In ieder geval, ik heb eten bij me. We hebben broodjes met ham, kaas en weet ik het allemaal. Ei. En dan gaan we even eten. En dan spreek ik jullie zometeen weer. Dit noemen ze off-road, people. Oh, off-road. Je hebt geen jeep nodig of wat dan ook. De weg is al een hele beleving, snap je? Het is gewoon een echt avontuur. Oh my god, dat is zo grappig. Anyway, we zijn onderweg naar het strand. Yes, we zijn hier bij Santa Cruz. Even kijken, ik denk niet dat we hier gaan blijven. Optie. Ja, mijn vriendin zei kom, we zijn nooit eens in de cruise geweest kijken. Zij is laat, we zijn vorige keer alweer eens kijken. En toen wou je niet eens zwemmen. Nee hoor, ik ben hier nooit geweest. De tweede keer al dat we dat niet doen. Ik zeg, we zijn hier al geweest. Maar ja, je weet toch, ze is koppig. En staan waar hij hier zegt ze, oh ja, we zijn hier geweest. Ik zeg ja, duh. En hier hebben we plekken met parasolen al, maar ze wil niet gaan kijken. Yes mensen, we zijn hier in Willywood, oftewel St. Willy Brothers. Okay. In ieder geval, we zijn hier bij St. Willy Brothers, St. Willy Brothers. Ik weet het eigenlijk, dit is wel schaamtelijk hoor. Ik weet het eigenlijk niet. In ieder geval, we zijn bij St. Willy Brothers, St. Willy Brothers. Weten we nog steeds niet. En wat jullie daar achter mij zien, Willywood achter mij. Wat zei je? En Willy Brothers. Willy Brothers. Maar noemen wij dat op Curaçao ook zijn Willy Brothers? Willy Brothers toch? Ja. Willy Brothers in ieder geval. Hier achter mij heb je zo'n plaats met water en er staat meestal altijd flamingo's. Dus dan gaan we ook kijken als we die flamingo's kunnen spotten. Zou wel nice zijn natuurlijk. Alleen het water is zeg maar een soort van opgedroogd, zie ik hier al. Dus ik weet niet of ze er zijn. We gaan even checken. En daar zijn ze wel mensen. We gaan proberen dichterbij
je te gaan natuurlijk. Yes mensen, waar ik eigenlijk nu op loop is, staat er soms gewoon water. Je kan het ook zien. Soms staat het vol met water. En soms droogt het op, hangt van de seizoen af, als het ware. En ja, het is net geen modder, het is best al redelijk opgedroogd. Je kan ook al zien, dit is zeg maar zout. Opgedroogde zout, zeg maar. Even kijken, ik ga zo dichtbij mogelijk staan. En dat is hier. Water is hier, zie je. En de flamingo's zijn achter mij. Ik ga even een close-up maken. Dit is echt heel grappig dit. Een soort van lagoonachtig, ik weet niet hoe ik het moet noemen. Maar zoals je kan zien, water. Dit staat soms helemaal tot daar met water. Dan kan je hier zeg maar, dan kan je hier gewoon niet lopen. En dan staan de flamingo's dus als het ware nog verder. Die staan ze redelijk dichtbij. Dat zal misschien 30 meter zijn of zo. Soms vind ik het jammer dat ik geen wide lens camera heb, maar die ben ik van plan om te gaan halen, want soms mis je de details. Dit is natuurlijk een vlogcamera, dus kijk, uitzicht is gewoon geweldig, er staat overal bergen. Ik vind dit gewoon kicken man, ik hou van mijn eilandje, echt waar. In ieder geval, we gaan nog steeds, zijn we niet bij onze bestemming gekomen. En dat is eigenlijk het strand. Maar ja goed, daar gaan we nu wel naartoe. Als het ware. En we gaan nu even de strand opzoeken. En na zoveel gestopt te hebben, gaan we nu wel richting het strand. We zijn er 2 minuten van verwijderd. Dus... check dit uit. Kijk, we hebben hemel getekend op de pieren. Super grappig. Lede kaktus. Ja. Super mooi. Echt super mooi. Hele grote tuin ook. En we zijn eindelijk aangekomen. Het is 2 uur 's middags. Check deze auto dan mensen. Check deze auto dan. Wauw. Oké, ik wou even de varkens filmen, maar hij was net daar voordat we gingen parkeren. Maar nu is hij spoorloos. Dus ik heb geen idee. Misschien, want hij zwemt ook in het water. Dus we gaan even kijken. Misschien is hij al daarheen gebracht. Hij is aangekomen, Porto Marie, het strand hier, Mandebouw. Dus ik ga even zwemmen, even chillen. Ik ga zo een paar shots maken voor jullie. Zoals jullie kunnen zien, uitzicht achter mij. In een vlog, een van mijn allereerste vlogs, heb ik hier al gestaan. Check hier. De autoservice. Vorige keer waren we hier gebleven, mensen. Een hele mooie resort van Corendon. We zijn al een tijdje terug. Inmiddels hebben we gedoucht, aangekleed. En we gaan nu even naar de winkels, even wat boodschappen halen.
voor de komende dagen. Dingetjes die je nodig hebt voor in de koelkast. Water, beleg, brood, bla bla, weet je wel. Dan kan je, als je honger hebt en je bent thuis en je hebt geen zin om uit het appartement eventjes te gaan, kan je gewoon zelf even wat maken of laat in de avond wat maken. Dus dat gaan we die even doen en daarna gaan we eten. Dus ga mee man. We zijn hier bij Centrum Supermarket en ja man, hier is gewoon van alles een beetje. En de gangpaden zijn zo breed, het is niet normaal gewoon. Even boodschappen doen, dan wat eten. Yes, en we zitten hier bij Pintje Daten. We gaan even kijken wat er te eten valt hier. Het schijnt super lekker te zijn. 5 jaar geleden hebben we hier gegeten, toch? Ja, 5 jaar geleden hadden we hier gegeten. Dus we gaan even kijken. Zo, we gaan eten. We hebben brood. We hebben dat. Heb jij? Nee. En we hebben allemaal sausjes gekregen. We hebben ook vers salade. Dus het wordt een hele ding dit. We gaan even lekker eten zo. Met jullie delen man. Sowieso zijn we even ijsje gaan halen bij Baskin Robbins hier zo. Super lekker gewoon. En maar dat is niet alles. Ik ben hier bij Fort Nassau. Dit is zeg maar de, vroeger in de oude tijden toen de ja, oorlog en dit en dat. Dus bouwden ze van de forten over het eiland. Om het zeg maar te verdedigen en zo. Had je allemaal kanonnen en zo vroeger. En daar zijn we nu, helemaal boven, maar moet je eens de uitzicht zien man, als je hierop staat. Kijk eens aan mensen. Dat is de Emmerbrug in de verte. Dat is de Emmerbrug. Eigenlijk kan je nog hoger. Ja, dat is een restaurant, dus ik wil daar niet gaan staan. Zo, weet je toch. Wat ik zei, we hebben even ijsje gehaald. Lekker Baskin Robbins ijsje. Dus ik spreek jullie zo weer.